nou, even mijn haar goed doen, want ik wil natuurlijk graag wel leuk opstaan. Dat vinden we belangrijk om aantrekkelijk gevonden te worden. Eigenlijk onzin in dit geval, want het gaat om de inhoud. Maar zo hebben we allemaal van die dingen. Je wilt aardig gevonden worden, er leuk uitzien. Je wilt bekwaam gevonden worden, gewaardeerd worden, erbij horen. Dat is allemaal eigenlijk ons ego. En dat ego, daar kan je best wel druk mee zijn. Ook als je onzeker bent, kan je er helemaal druk mee zijn. Hoor ik er wel bij? Nemen ze me wel serieus? Doe ik wel mee? Maar als je een te groot ego hebt, ben je er ook druk mee. Je voelt je gepasseerd, je hebt geen gelijk gekregen, je wilt beter zijn dan anderen. Kan je ook druk mee zijn. En in beide gevallen is dat heel ondermijnend voor je contacten met anderen, voor je verbinding met anderen, want je bent eigenlijk met jezelf bezig. En ondanks dat je met jezelf bezig bent, is het ook ondermijnend voor je contact met jezelf. Want je kijkt de hele tijd door de bril van anderen naar jezelf. In plaats van rechtstreeks contact te maken, rechtstreeks jezelf te laten zien aan de ander. Dus je zou er eigenlijk heel graag van af willen van dat ego. Hoe dan? Nou, om er vanaf te komen, om daaraan te ontsnappen, moet je eigenlijk beter snappen hoe het werkt. Dat lees je allemaal in mijn boek.